Welkom bij deze nieuwe video. De vakantie is al gedaan. Very sad. Maar niet getreurd. Met deze video wordt de laatste zondag van je vakantie gewoon compleet. In deze video ga ik met mijn oma samen naar een verlaten hoekpot. Of een prostitueekot, prostitueehuis, prostitutieclub, spinclub en af. I don't know hoe dat noemt. Het was echt gek wat we daar nog aangetroffen hebben. Onder andere grote mensen, pampers, veel condooms, hakken. Je wil het niet weten. Ah ja, ik wil ook nog even zeggen. Bedankt voor de support op de vorige video. Je gaat echt super lekker. Enjoy. Well, now, really, when we go back to falling in love and say it's crazy, or, see, we don't say rising in love. There is in it the idea of the fall. Er is hier nog een bar met champagne, zetels. Dus als je daar duidelijk kan zien, is het hier al een tijdje verlaten. Alle inhoud die tussen de muren zit voor de warmte, de isolatie, is er al uitgehaald. Oké, hier staat er nog een chique fles champagne. Christian de Montaigne. Ja, zoals je duidelijk kan zien, hoeveel mensen, vrouwen, mannen, kinderen zijn er hier geweest. Schoenen, schoenen en nog meer schoenen. Wajo. Daar konden de prostituees al opgebeld worden. En hier het kapotte raam, waardoor dat we dachten dat het iemand was. Enkele spots hangen er nog. Niet veilige kelder. Oké, we zijn nu aangekomen op de bovenste verdieping. Dit is echt niet safe, want er zitten overal gaten in de grond, dus daar moeten we echt voor oppassen. Kun je niet zo zien, maar daar is er een bad. Hier is er nog een bad. Wow. Ik kan het niet van te dicht tonen, want het is echt onveilig. Een stuk pizzabed lijkt het er wel op. Ingezakte plafond. Lampen en meubilair. Grote mensen. Wat ik eerst opmerk, een grote mensenpamper. Eel, daar gaat niet te dichtbij komen. Maar dit is echt al
vies. Laat ik het zo noemen. Ja, duidelijke airbags, airbag ring team. We komen nu aan in de laatste kamer. Sail away. Only cause I got this much faith. This love. Ik wil zo'n oma dat het nog een pamper ligt. Telefoon. Telefoon. Rond bed. Je wil niet weten wat er daarop is gebeurd. Ik zie al witte vlekken. Oké, ik weet het nu. Een tweede pamper. Oké, dat was dus de video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Een rare plaats om te zijn. Mijn oma vond het alleszins de max. En ik hoop jullie ook. Nu is er nog één iets wat jullie kunnen doen voor mij. Hier staat er een bolletje en als je daarop tikt, dan kan je eigenlijk gewoon rechtstreeks op mijn kanaal abonneren. En hier staat er nog een andere video van mij die ook echt super cool is. Dus maak je keuze. Eerst abonneren of eerst eens een video kijken. It's all yours. Bye bye.